Ja, bij mij staat intussen N-VA-voorzitter Bart De Wever, altijd toch een voorstander geweest van die lange Wapperbrug. Ja, meneer De Wever, bent u de verliezer vandaag? Well, dat denk ik niet. Hè. Er is wel een en ander beslist. Ik hoorde zeggen, alles is uitgesteld. Dat is nu ook niet waar. Er is een masterplan plus. Dus er komen ook ten oosten en ten westen van Antwerpen belangrijke investeringen bij die de mobiliteit in de hele regio moeten helpen. Twee, er is beslist om alleen nog op het natuurlijk tracé te werken voor die Scheldekruising. Dat is toch belangrijk. Het ene na het andere alternatief werd gelanceerd. Vandaag krijgen we gelijk dat het daar zal moeten liggen, waar de Lange Wapper ligt. Ja, het BAM-tracé komt er, maar in de eerste plaats een tunnel, geen Lange Wapper. Wel, dat is de beslissing dat de tunnel er kan komen als die even snel kan gebouwd worden, niet duurder is, technisch voldoet, voldoende capaciteit biedt. En u gelooft daar niet in dat het aan die voorwaarden zal voldoen? Ik ben geen ingenieur, dat zullen we dan zien. Hè. Je hebt de viaduct, die kennen we, die is bestudeerd, we weten wat die kost. De tunnelvariant die nu wordt voorgesteld, die kennen we niet. Eigenlijk is het beslist dat we die willen leren kennen. En als dat een sympathieke is, dan gaan we die zeker binnenlaten. Blijkt dat die duurder is of dat het langer duurt of de capaciteit niet biedt, dan wordt het een Lange Wapper, want ook dat is beslist vandaag en ook dat hebben alle partners aanvaard. En daarmee zijn we er eigenlijk politiek uit. De rest is nu een kwestie van de laatste studie te doen. Hoe groot is de kans, denkt u, dat die Lange Wapper er toch nog komt? Wel, dat zal van die studie dan afhangen over die onbekende tunnelvariant. Ik hoor mensen zeggen dat ze er al zeker van zijn dat dat allemaal goed in orde zal zijn. Ik kan dat niet beoordelen. Ik wil die studie zien. Ik heb de garantie, of ik geef de garantie als N-VA dat wij dat objectief gaan bekijken. Want ik ben getrouwd met het masterplan. En dat moet er komen. Er moet een oplossing komen voor de hele Antwerpse mobiliteit, inclusief een Oosterweelverbinding. Hoe die er moet uitzien, dat is gewoon kwestie van de beste keuze te maken. Dus oftewel is dat een tunnel als die voldoet aan al die voorwaarden, oftewel is het de Lange Wapper. Het is toch wel belangrijk dat ook de laatste door iedereen is aanvaard, dat het zo is. En eigenlijk politiek is het dus getrancheerd als iedereen dit nu objectief wil bekijken. Politiek getrancheerd, maar toch uitstel, niet echt een toonbeeld van daadkracht toch van deze Vlaamse regering. Wel, er is, ik herhaal nog eens, wel een en ander beslist vandaag. Ik kan niet zeggen dat er geen vooruitgang is. Bovendien, door het feit dat het nu op het natuurlijk tracé moet gaan, zijn er eigenlijk nog maar twee opties over. Men kan niet nu nog eens met allerlei alternatieven of toestanden komen. En eigenlijk die twee opties zijn beslist. Is de tunnel even goed dan de viaduct, dan wordt het de tunnel. En met veel plezier wat mij betreft. Is hij minder goed, dan is het de Lange Wapper. Oké, hartelijk dank voor uw reactie, Bart De Wever. Dat was...